Ja. Hi iedereen, het leek me leuk om vandaag een video te maken waarin ik mijn moeder een make-over ga geven. Want dat heb ik eigenlijk nog nooit echt gedaan. Ik heb wel eens je wenkbrauwen bijgetekend. Of ik heb wel eens, ja wat heb ik eigenlijk wel eens gedaan, foundation aangebracht of zo. Maar ik heb nooit een hele full face gedaan. Dus ja, ik dacht vandaag lijkt het me wel leuk om mijn moeder eventjes in het zonnetje te zetten. Ik begin even met het vastklippen van mijn moeders haar. Even naar achter, zodat het uit je gezicht is, man. Ja. Yeah. Of doe je dat zelf nooit? Nee. Dus het ziet er wel grappig uit zo. Zo. En dan ga ik eerst de CC cream gebruiken. Deze is van DA, eigen merk. En deze gebruikt mijn moeder al een tijdje. Hoe lang nu eigenlijk? Een maandje of drie. En dit is de CC cream voor de getinte huid. Mijn moeder is getint. Getint, dus dat is een goede passende kleur. Nou, CC cream staat voor correcting cream. Dus die corrigeert de tint. En zorgt meteen voor een voedend laagje. En mijn moeder heeft een drogere huid. Je dacht dat ik ouder zou zeggen. Een rijpere huid. Rijp vind ik zo vies hoor. Wat heb ik ervoor? Ik vind een oudere huid beter klinken dan rijpere huid. Rijp vind ik echt zoiets van de druiven zijn rijp of zo. Ja, dat vind ik echt iets voor eten. Nou, dan ga ik er nog foundation overheen brengen. Want mijn moeder heeft wel een beetje pigmentvlekjes. Zodat dat effect iets minder wordt. Dit is de nieuwe foundation van Maybelline, Dream Wonder Nude. En we hadden deze net getest en het is gewoon echt de perfecte kleur. Namelijk 48 Sun Beige. Hele dunne foundation en je voelt hem eigenlijk amper zitten. En hij dekt ook niet heel veel. Maar toch wel net genoeg om een iets egalere huid te krijgen. Vind ik zelf. En dan matteert ook iets. Je hoeft ook niet veel op te brengen. Nee, dan smeert ook heel dun uit, zeg maar. Nou, ik pak nu wat matterende poeder. Dan haal ik de glans een klein beetje weg. Bobbi Brown Shimmerflex. Ja, maar eerst wat blush. Voor wat fris. Fris kleurtje. Wacht maar. Ik merk wel dat ik wat meer moet aanbrengen bij jou. Omdat je toch echt wel een stukje bruiner bent. Mm-hmm. Klein beetje Bobbi Brown Shimmerflex voor een mooie kleur. Zie je wat? Ja, zo. Dat is je gezicht. Nu je lens in. Ja. Want ik ga wel over je ogen boren. Ja, maar je hoeft ze niet in te drukken. Nee. Oké, doe je ogen maar dicht. Nou, omdat mijn moeder hooded eyes heeft, zoals dat heet, is het soms een beetje moeilijk om de oogschaduw te zien. Omdat als ze dan de ogen open heeft, ja, hoe zeg je dat, valt er zeg maar een kampje overheen. Dus je moet de oogschaduw iets hoger aanbrengen bij mensen met dit soort ogen dan je gewend bent misschien. Valt op zich bij jou wel mee, het is een beetje hetzelfde als bij mij. En ik breng zwart aan, dat is best wel een heftige kleur. Maar ik ga zo nog even goed blenden om het wat zachter te maken. Zo? Ja. Nou, de krullen al wel iets. Nu ga ik je waterlijnen inkleuren, maar dat is dus je bovenste lijntje. Ik heb lens in, hè? Ja, I know. Moet wel kunnen. Niet dat een beetje. Niet dat wat? Dan ik.
Oh, mooi. Het accentueert dat blauwe randje staren, man. Om je ogen heen. Die komt mooi terug. Ja. Als lipkleur draagt mijn moeder eigenlijk altijd rode lippenstift. Ja. En glanzende lippenstift. Ja. Maar nu heb ik matte lippenstift. En normaal gesproken zou je zeggen, nou, bij best wel zo'n donkere ooglook is het mooier om een nude lippenstift te dragen. Maar mijn moeder die houdt absoluut niet van nude. En op zich, omdat jij ook wat donkerder bent, is het ook wat meer in balans dan als je bijvoorbeeld echt heel blank zou zijn. Ik ga deze kleur gebruiken, Fashion Revival. Dat is een hele mooie donkere berry kleur in een matte finish. Ik heb een lippenkastje. Ik weet niet, er leek erop. Detailer brush staat erop. Ik vind het wel mooi, man. Nou, ik heb net de lippenstift aangebracht. En het is op zich best wel heftig in verhouding met de donkere ogen. Maar ik maak mijn moeder dan eigenlijk ook op voor een feestje. Er is vanavond geen feestje, maar dit is de party, de mom party look, heb ik net bedacht. En normaal gesproken draagt ze dus altijd fel rode lippenstift en wordt wat donkerder zoals dit. Maar ik vind het wel heel erg mooi staan. En gek genoeg, door de matte finish vind ik echt dat je lippen wat groter lijken. Terwijl iedereen zegt altijd, als je glanzend op je lippen lijken ze groter. Maar ik vind juist deze matte finish dat het daardoor groter lijkt. En je kan ook iets makkelijker net over de lijntjes van je lippen om je lippen wat groter te maken. Vind ik dat het makkelijker kan met een matte lippenstift dan met een glanzende. Dus ja, dit is wel een party look. Maar we zijn nog niet klaar. Ik ga nog eventjes de haren een beetje krullen. En dan is het af. Dat is wel je tas, zaktas van mij. Dat moet je eigenlijk niet doen. Hè? Nee, maar ik heb die grote op. Die moet ik even bestellen. Is die nu weer op? Ja. Je hebt drie bussen. Ja, ik ga het snel weer. Very nice. Nou, ik heb mijn moeder een mooie makeover gegeven. De haren heb ik een soort van slag ingemaakt met een wand. Deze heb ik nieuw opgestuurd gekregen. Is van het merk Carmen en die heet True Curls. En voor wat volume bovenop heb ik mijn Bumble & Bumble Thickening Dry Spun Finish Spray gebruikt. Die gebruik ik zelf ook altijd voor iets meer volume hier. En ja, hele mooie kleur Fashion Revival, matte lipkleur op de lippen en een vrij donkere tweekleurige smoky eye op je ogen. Dus een beetje ja, zwart eigenlijk hier gebruikt en brons. En bronzen staat er weer lekker fris en ik vind het heel erg mooi geworden, man. Ja. Ik ook. Ja? Ja, ik ben heel tevreden. En dan ga je nu mooie boodschappen doen met deze look. Nu ga ik mooie boodschappen doen. Oké. Nou, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden zien hoe ik mijn moeder een makeover heb gegeven. En als jij ook een ontzettend lieve moeder hebt, zou ik zeggen, plan gewoon eventjes een avondje of een middagje samen in. En leg haar ook eens in de watten. Ga er lekker de haar doen en de make-up. Of ga nagels lakken of gewoon iets gezelligs. Want ik weet zeker dat je moeder dat verdient. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!